Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering lanceert bewustwordingscampagne met elkaar in Suriname. Total Energies en regering slaan handen ineen ter zake verminderen uitstoot. Voorbereidingen, parade en défilé lopen gestaag. Bezoek president Santokki inspirerend voor universiteitsstudenten. En COVID-19 maatregelen gelden vanaf 16 november tot nader order. In de ballroom van Hotel Torarica heeft op donderdag 18 november de media launch en de start van de nationale bewustwordingscampagne met elkaar in Suriname plaatsgevonden. Dit in het kader van de wettelijke bescherming van inheemse en tribale volken in Suriname. Onderdeel van deze activiteit was de ondertekening van de overeenkomst tussen het Amazone Conservation Team en de Anton de Kom Universiteit in zaken de inventarisatie van de wetgeving. De communicatiedienst Suriname sprak minister Gracia Emanuel van regionale ontwikkeling en sport. Vandaag heb je dus die media launch en start van de bewustwording campagne nationaal in zaken de conceptwet, collectieve rechten inheemse en tribale volken. Het gaat in ieder geval om dus het grondrechtenvraagstuk van de inheemse en tribale volkeren. Dat waarover we decennia lang praten. En het heeft meer een beschermende rol naar de mensen in het achterland toe, met name de inheemse en tribale volkeren. En wat zal men eigenlijk allemaal op deze website kunnen verkrijgen aan informatie? Wat zal deze website eigenlijk betekenen voor deze volkeren? Ik denk dat het niet zozeer gaat om een website hoor, maar meer de informatie, de bewustwording naar de mensen toe. Niet alleen de mensen van het achterland, maar de bevolking van Suriname. Zodat men geïnformeerd is waar de wet nu is, conceptwet nu is, wat het eigenlijk inhoudt en wat we eigenlijk verlangen, verwachten van de totale samenleving. Minister, u zei om te informeren waar de wet nu is. Waar ligt de wet en hoe lang zal deze conceptwet nog in behandeling zijn? Zover ik weet, de conceptwet ligt in DNA. Dus we wachten dus wanneer het op de agenda wordt geplaatst. Nadat de wet is geaccepteerd, ik neem aan dat het aangenomen zal worden, uiteindelijk, wat zal deze wet eigenlijk te bieden hebben? Net wat ik eerder zei, een bescherming. En dan heb je dus nog die presidentiële commissie, waarbij mevrouw Patricia Meulenhof voorzitter is. Zij zal samen bezig zijn met het bestuur van de commissie om dit alles samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport om dit alles in place. Want goedkeuring van de wet wil nog niet zeggen dat we ready zijn. Er volgt nog heel veel na dat. Hoe verder, hoe is het met bijvoorbeeld de mensen die reisconcessies hebben in het binnenland? Hoe pak je dat aan? Want je moet de mensen beschermen. Concessies zijn gegeven door de overheid. Dus je kan niet op een gewoon opstaan en aangeven van oké, de wet is aangenomen en einde dienst. Nee, die begeleiden naar de mensen toe. En de mensen ook, wanneer het gaat om het traditioneel gezag, ook informeren nadien hoe eigenlijk dit alles te werk zal gaan. Zijn de mensen van de inheemse en tribale volken ook bij betrokken tijdens deze launch? Ja, zeer zeker. Ze zijn geïnformeerd. We hebben dus werk van gemaakt. We hebben een directoraat duurzame ontwikkeling, inheemse en duurzame ontwikkeling Afro-Suriname. Waarbij ook via het directoraat informatie wordt gegeven aan de mensen. Zoals hoe zit het daarmee, hoe zit het met de wet. En zodra we naar het binnenland gaan, nemen we iemand van de commissie mee. Zodat we dus alle informatie kunnen geven. Maar met vandaag geven we dus een start zijn. Zodat we echt wel beginnen landelijk. Niet alleen in het binnenland, maar ook de rest van Suriname. En hoe lang zal deze campagne duren? Ik denk dat het eigenlijk werkt naar de goedkeuring in DNA toe. Wat is uw boodschap tot slot, minister, aan deze mensen die eigenlijk problemen hebben, net wat u zei? Feitelijk wil ik heel kort aangeven dat ze zich moeten
Ze zijn gewoon al in stamverband, maar eenheid, dat is sterk. Eenheid maakt macht. Laten we niet kijken wat ons uit elkaar haalt, maar laten we juist kijken wat ons bij elkaar brengt. En als je dat voor ogen hebt, weet ik zeker dat we het samen kunnen redden. Total Energies heeft op maandag 15 november een overeenkomst met Suriname getekend. De overeenkomst is bedoeld voor een samenwerking in verband met de nationale strategie van Suriname voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Deze samenwerking illustreert de afstemming tussen de ambitie van Total Energies en de Republiek Suriname om bosecosystemen en biodiversiteit te beschermen die tegelijkertijd rekening houden met de omstandigheden van de lokale gemeenschappen. De overeenkomst is ondertekend door minister Silvano Tjanahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Christine Healy, Senior Vice President Carbon Neutrality bij Total Energies. De overeenkomst voorziet in een pakket van institutionele versterking aan strategische instituten, waaronder het NIMOS, SBB en het ministerie. Verder behelst het een integraal programma om bosecosystemen te behouden. Voor de uitvoering van programma's wordt een bedrag van $50 miljoen door Total Energies beschikbaar gesteld in ruil voor koolstofkredieten, de zogenoemde carbon credits. De voorbereidingen voor de parade en het défilé in verband met de viering van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid lopen gestaag. De verschillende gewapende machten hebben op donderdag 18 november 2021 een gezamenlijke oefening afgewerkt aan de Gravenbergstraat. Dit in aanloop naar de pre-generale op zaterdag 20 november en de generale 3 dagen later. Wij spraken bij deze gelegenheid brigadier van politie Lothar Biervliet en operatiecommandant majoor Alfred Norden. Voorbereidingen, het zijn gezamenlijke voorbereidingen. Vandaag hebben we het gedaan met het Nationaal Leger en de andere gewapende diensten die onder het vaandel van de politie lopen. De voorbereidingen lopen vlot. Wat betreft de politie hebben we de mobiele eenheid, de arrestatieteam en de afdelingen. We praten niet over afdelingen, omdat u ziet politiemannen lopen. Dan zijn het verschillende afdelingen, verschillende resorten. Verschillende districten die we samen bijeengebracht hebben. En het zijn die politiemannen en vrouwen die meedoen. In totaal zijn er 14 groepen die meedoen. Ik had eerder aangehaald dat van de gewapende diensten, de douane, de collega's van de BBS en de collega's van de brandweer. Gezamenlijk 14. Er zijn uitdagingen. Als u daarnet mee had gelopen bij het Nationaal Leger, heeft men een wat als voorbereiding, wat zich op 25 gaat voordoen, afspelen, is men bezig geweest met dat heeft men dan net geprobeerd uit te voeren. En het is redelijk verlopen. Het verkeer, zoals ik eerder gezegd heb, we hebben de collega van de MSD die hun best doen om voor de wegomlegging. Wat we ook gaan doen, de mensen gaan een beetje moeten meewerken, want het verkeer gaat omgelegd worden en we zijn al een hele tijd bezig om dus aan te geven welke wegen omgelegd gaan worden. De weergave van de revidentie, dat komt gewoon heel goed uit. De pre-generale vindt plaats op zaterdag, dat is zaterdag aanstaande, dat is 20 november. En de generale is op dinsdag,
Dat is, als ik het goed heb, 23. Ja, dat vindt plaats op het Kerkplein. Zaterdag zijn we op het Kerkplein. En dinsdag zijn we in het politieacademie om daar weer te oefenen. Ja, we gaan in de buurt lopen. Ik denk dat we de mensen van Flora wederom met wat muziek gaan opfleuren. En dan hebben we het gehad. We zijn nu in onze oefeningsschema. We hebben de eerste oefening gehad vandaag gezamenlijk bij de andere gewapende machten. Op zaterdag hebben we dan de pre-generale repetitie. Op dinsdag de generale. En donderdag hebben we dan de uitvoering. Van de Nationale Legers doen we met alle eenheden mee. Zoals we hebben het logistiek bataljon, het infanteriebataljon, we hebben de luchtmacht, we hebben de marine, we hebben de militaire politie en we hebben het korps speciale troepen. In totaal zijn dat 7 troepen die mee gaan doen. Nee, het zijn normaal doen we elk jaar mee met dezelfde eenheden. De enige uitdaging die we nu hebben is het rolmateriaal van de Nationale Leger klaar te hebben voor de dag van uitvoering. Het bezoek van president Chandrika Persad Santokhi is inspirerend geweest voor de studenten Public Administration op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het staatshoofd heeft er op verzoek van de eerstejaarsstudenten op woensdag 17 november 2021 een motivational speech gehouden. De communicatiedienst Suriname had een gesprek met ADEC-bestuursvoorzitter Shanti Venetiaan. Zij toonde zich ingenomen met het verloop van de dag. Ik vind het fijn dat de president tijd heeft vrijgemaakt om hier te komen. Ik denk, zoals de MC dat al zei, dat het heel inspirerend is voor de studenten en ook voor de docenten. En ook voor ons als bestuur van de universiteit. Zal er dan een extra onderdeel aankomen aan public administration, de vorming, dat zich meer bezig houdt daarin? Ja, dus dat van de vorming is eigenlijk heel algemeen. Ik denk dat het bij alle studierichtingen speelt. We doen ons best. Sinds enkele jaren hebben we als vast onderdeel voor al onze bachelorprogramma's persoonlijke vaardigheden. Zo waar de studenten allerlei skills bij aangeleerd krijgen, zoals time management, reflecteren op jezelf, etc. Maar waarschijnlijk moeten we het verder gaan uitdiepen en ze ook misschien meer laten oefenen daarmee. Dus we hebben die opmerking gehoord en we nemen het mee. En we zullen dus kijken van hoe we daar verder invulling aan kunnen geven. De MC had ook een beetje een noodkreet geuit over van hoe de gebouwen erbij staan, hoe hier een beetje onder loopt. En als het ware een beetje hulp van de regering vraagt. Maar als ik me goed kan herinneren, op 1 november tijdens de Dies Natalis is eigenlijk door minister van Onderwijs vraag om een beetje assertiever te zoeken naar financiële middelen. Hoe gaat u daarop inspelen? Ja, dus, maar dat soort middelen die je dus van buiten kan krijgen, dat is meer bedoeld voor het inhoudelijke werk dat we doen. De infrastructuur en zo moeten wij eigenlijk zelf voor elkaar krijgen. Maar we hebben dus de boodschap gehoord. En het zal dus moeten gaan om goede projecten te schrijven die je kan indienen bij donororganisaties, internationale organisaties, waardoor je dus kan gaan verdienen daarmee. Het kan ook met dienstverlening voor bedrijven, dus dat je voor bedrijven bepaalde jobs doet en daarmee geld verdient. Dus dat gaan we zeker aanpakken. Is het verhogen van bijvoorbeeld de inschrijfgelden en het invoeren van collegegelden voor alle vakken misschien een optie of liever niet? Wij willen dat heel graag. Maar de politieke backing is er daarvoor nog niet. Kijk, we zijn in een financiële crisis. En er zijn saneringsmaatregelen. Dus je kan niet alle prijzen in één keer verhogen. IBS is al verhoogd. Noem maar op, de prijzen in de winkels voor gewone levensmiddelen. Dus dat van studeren zal een keer komen. Het zal zeker een keertje komen, maar op dit moment is de tijd daarvoor nog niet rijp. Er is een toename van opleidingsinstituten, HBO-niveau. Denkt u dat dat invloed heeft op het aantal inschrijvingen?
voor een deel wel. Voor een deel wel, maar niet dat we ons daar zorgen over maken. We juichen het juist toe dat onze jonge mensen meer mogelijkheden hebben. En we zijn een te klein land om dingen dubbel te gaan doen. Dus wij doen hier op ADEC bepaalde standaardstudierichtingen die wij moeten doen. Waar er behoefte aan is in het land. Maar dat er zoveel anderen erbij komen, vinden we prima. De meest recente COVID-19 maatregelen gelden vanaf 16 november tot nader order. In deze aangepaste maatregelen is indoor dining toegestaan voor gevaccineerden of zij die beschikken over een negatief COVID-19 testresultaat niet ouder dan 24 uur. Voor nationale feestdagen die gelijkgesteld zijn aan de zondag is het uitgangsverbod niet langer vanzelfsprekend van toepassing. Er zullen steeds specifieke bepalingen gelden. Daartoe zullen de bevoegde autoriteiten richtlijnen en instructies uitvaardigen ter regulering van de bewegingsvrijheid. Let wel, het uitgangsverbod is dagelijks nog steeds van 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Daarnaast blijven de algemene maatregelen van kracht. Een mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van openbare ruimten. Neemt u de 1,5 meter fysieke afstand altijd in acht? Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer? Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Kijkers, dit was het dan voor wat betreft Focus voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.